Papa moet naar Amsterdam. Voor 2 dagen. Papa, Sumbu. Mwah! En nog een knuffeltje. Nog een knuffeltje op. Tot binnen 2 dagen. Ik hoor hem nog ween, hij is de eerste keer iets gehad achterlaten. Ik ben onderweg met Stijn en Vincent naar de Next Club. Dat is een conferentie in Amsterdam waar echt super veel coole sprekers komen spreken over all things digital, online web. En Casey Neistat is erbij, Gary Vaynerchuk is erbij, de oprichter van Zalando, de oprichter van Reddit en ook echt super veel mensen meer. Daar het alles niet zijn. Zetels. We zijn 1 seconde in Amsterdam en Ronnie en Guido nu al tegenkomen. And that, my friends, is my story. Thank you. Waar is je neusje? Ja, goed zo. What I learned from Wine Library TV is the following. The true story of Wine Library TV was the day that I thought I was going to start it. I thought I was going to do something similar. The first episode of that show, when that camera went on, and that light went on, I realized that this was going to be on the internet forever. Hi. Arnes. Arnes, ja. Ik heb een cadeautje mee. Ah, vet. Vet. Ah, wat dope. Ja, dit vind ik echt heel dope. Veel plezier. Dankjewel, dankjewel. Ik heb een vlog ook eens. Dat is goed. Wat wil je hier? Oh ja. Geniet ervan, hè. Dankjewel, dankjewel. Nog altijd fan van vleugeldeuren, hè? Ja. Voor als het regent en zo. En hij heeft ook weer wat nieuwe features, net zoals wat ik zelf als deze. Hij verloopt dus wel. Zo spijtig. Killing the game for seasons, believe them. That I'm the motherfucking one to breed them and lead them. En waar is je dikke buik? Da! Tada. Tot binnenkort. Love you. Love you. Een maand geleden had ik op Twitter gezet dat ik een wagen nodig had voor een maand. En Audi had toen meteen gereageerd. Ik heb ondertussen met een Audi TT mogen rijden. Een Audi A4. Dit is een Audi A4 Berline. En nu mag ik de laatste week rijden met een Audi A3. Dus, goodbye Audi A4. Dat is elektrische. Dat is een elektrische. Ah, oké. Okay. En dat is een nieuwe, ja. De lading van je batterij dat je hebt, hè, dat je ziet. En ja, ja. De lading van je benzine. Oké, okay, ça va. Merci, hè. Ja, dat is goed. Zo, S-Line? Ja. Schone schoentjes. E-tron. Maar je hoort toch niks? Ah ja, nee, het is elektrisch. Tuurlijk hoorde niks. Allee, maar serieus? Ja, dat is toch zo? Je hoort niks. Ah nee.
Waar is je ogen? Nee, ogen. Ja, en je mond? Waar is je mondje? Ja! Oeh! Wat een pumpwagen! Een familiewagen. Er is wel één iets super. Er is één iets super, super, super raar, hè, Stijn. Waarom heeft u een Renault Scenic een plaatje van een Dacia Duster? Ja, dat is een optie. Zelfs je bij Mercedes zo'n AMG-lijn en zo'n Duster-lijn meegenomen. Define heaven. Smakelijk. Dank u. Fred, je had nu al een idee om de intro te halen. Ja. Hannes Show. Ja. Dat is waar. Sarah! Wat blieft? Het is niet breng je vriendin mee naar het werkdag vandaag. Je bent op de verkeerde dag gekomen. Maar nee, maar ik moest zelf komen, zijn voor iets. Ah, het is niet voor Wouter dat je zit. Nee. Ik heb je nog niet eens dat gezegd. Oh, geef me. Ik probeer dat niet. De Bluetooth device is. Voorzichtig, hè? Ja. Hoepla! Bam! Wat is er aan de hand? We zijn de filmpje voor het TK aan het opnemen. Sorry voor het storen. Oh! Dat is cool. Sorry. Er komen een oordeel. Dus Hannes en die is aan het vloggen. Anders waren het Hannes. We zitten momenteel in een brainstorm voor Sporza over het EK. Pingpong matchje? Ja, zeker. Oeh, punt voor mij. Zie daar de grote Jens Mortier. Dus ik ben hier de livestream, vandaar de livestream aan het filmen. Dus elke keer als ik hier voorkom, dan kom ik daar ook nog 1000 keer voor. En zie hier de grote Joost Perens. Wat is dat nu weer, man? Is dat een camera? Een rare. Nee, dat is een. Seksuele vlog. Ik heb hem gezien deze morgen, uw vlog. Ja? Ja. En nu zit je ook in de vlog. Dat is Jan. Right. Abonneren. Wow! Walter en ik gaan misschien naar de match Zweden-België. De match Zweden-België in Nice. Er is één probleem. Sarah weet nog niet dat Walter mee mag. Ja, nu. Met mij. Nee. En dan mag je niet op vakantie. Die week, dus ja. Vraag het er maar. Vraag het maar. Oeh, nu of wat? Ja, nu! Ja, maar jongen! Dat moet wel in huishoudelijke kringen gebeuren, hè, man. Dat is niet live, hè, zoiets. Dan mogen we er niet mee. Ja, wel. Nu als brief. Wat is dat? Briefing. Ik snap het niet, hè. Ah, van... Waar ga je naartoe? Naar een match? Ja, naar een match van de Rode Duivels. Wanneer? Nu? Nee, de 21ste tot de 23ste juni. We zijn weg. Ah ja, met een Hannes 3 dagen. 2 dagen. 3 dagen. 2 dagen. Ja, 2 keer slapen. Wil je iets weetjes? Ja, naar een match. Ja, waarom zeg je dat tegen mij? Omdat er een probleem is, Dat is in de weten, want we allemaal op vakantie gaan. Dus we gaan hier misschien een week met naast staan. Weer al. Jij vindt dat grappig. Ja, we zien wel. Dat was het al. Skinkloppen van Troubles in Paradise. Hey, Masumbo.